Vrienden, welkom in de keuken. Ja, speciale dag vandaag. Vandaag is het Harry's Stoofpotje. Ja, en dat begint bij de slager. Daar beginnen we. En dan vraag je aan de slager rundervlees of stoofvlees of draadjesvlees, hoe je het wil noemen. En dat laat je lekker snijden. Kijk hier, dit. Zo ziet dat eruit. Ja, en ons of 6, ons of 8, maakt niet uit. En dan gaan we daar lekker peper en zout overheen doen. Hier, daar komt hij aan, hè. Hup. Daar gaan we. Niet te weinig, hè. Denk erom. Nee, 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 nee. En zout ook. Hup. Wat zit er in de pan? Ja, boter en 2 grote lepels olijfolie. Ja, dat pruttelt lekker. Als die belletjes weg zijn, hè, uit die boter en die olie, dan gooi je het erbij, hè. Oh jongens, wat een start, hè, van de Harry's Stoofpotje. Ja, vlees is dichtgeschroeid. En dan gaan er hier 3 gesneden uien bij, hè. Hup, hoppatee. 4 tenen knoflook. Hop. Zijn er ook in. Zo. En die gaan we lekker hier doorheen roeren gewoon. Ja, dat laat je dus even lekker gaan. Een paar minuten. Zo en lekker roeren. En dan kom je met deze. Ja. Hey, 3 deciliter rode wijn. En dan gooi je er nog een klein beetje water bij. Ja. Zodat de boel een beetje onder water komt te staan. Het vlees. Kijk, en alles. Ja, en dan komt dit erbij. Dat zijn laurierblaadjes en jeneverbessen en kruidnagelen. Hier. Die gaan erin. Hoppatee. Ja. Gas gaat lager. En dan laten we dit allemaal... Ja, laten we een uurtje sudderen. Zo. Ja, ja. We zijn een uur verder, maar nu gaat het leuke beginnen, want dit zijn speciale dingen komen erbij. Ja, dat Harry's Stoofpotje, dat is... Oh jongens, hey, kijk, 2 appeltjes. Ja, schoongemaakt en al, hup, die gaan erin. En wat dacht je van deze? Hé, hey, de ouderwetse appelstroop. Zo, wat dacht je van deze? Een plak ontbijtkoek. Ja, gaat er ook in. Ja, jongens. Kijk, en die versnip je zo een beetje. En die gooi je er zo lekker doorheen. Zo. Ja, dit is hem. Dit maakt hem helemaal af. 1 eetlepel honing. Ja. Zo. Jongens. En dit is het. En dat is alles. En dit laten we nog 2 uur lang pruttelen. Ja, 2 uur verder. Ja, luister, je kan er ook nog een beetje bloemen in gooien om het een beetje te binden als je wil. En nog extra zout en een peper als je het nog een beetje meer op smaak wil brengen. Hé, hey, dat kan allemaal, hè. Ga hem even proeven. Ja, ik ga hem even proeven. Even wachten hoor, daar komt hij aan hoor. Oeh. Oh, jongens. Oh. Ha. Hey, als je indruk wil maken. Harry's Stoofpotje.